vandaag om te vergeten. Oké, het is nu bijna 7:15. Ik ben onderweg naar Myrthe, want Myrthe gaat mij naar Ter Vuur brengen dit weekend heel veel. Oké, dat waren de pokeballs. Want ik heb dus een hele zak pokeballs mee. Voor de vriendengroep van Uitschaletta. Het is nog vrij donker buiten, daar begint de zon al op te komen achter mij, zie ik. Daar is de maan. Dus ja, let's do it. Wij zijn aangekomen. Hallo! Welkom in Ter Vuur. Oh, ik sta aan de vlog, of wat? We zijn aan de vlog. Oh my god. Dit zijn de heel mooie kostuums van Jong Scala. En dit zijn de lelijke strikken van ons. Dus ja. Helemaal leuk. Zijn we blij met de outfits? Nee. Wacht. Dit valt niet meer te fixen. Dat kun je echt niet fixen. Ik zal de vlog overnemen. Ja, nu. Eigenlijk mogen we nu echt niet vloggen, want iedereen zit zich om te kleden. Ben ik niet. Mooi engel. Oké, nu zit ik even in mijn onderbroek hier, dus even niks. Zeggen, zit dus met poep. Kostuum is aan. Acne is aan. En nu gaan we verder. Ik ga het even gebruiken als... Geweldig. Amazing. Maar ja, dat ruikt wel echt goed inderdaad. Het is echt zo'n chaos. Eigenlijk zou deze zaal echt veel groter moeten zijn. Want... Heb je dat net gehoord? Een hele grote boer gelaten. Clean girl stel ik echt. Ik had echt iets gemist. Ik haat mijn acne.
pipi doen. Wij gaan pipi doen, we zijn helemaal klaar. Toch heeft haar haar en haar wimpers gedaan. Yes. Mijn wimpers zijn altijd gorgeous, maar ja. Waar zijn die klaar? Die zijn al. Dat is zo daar. Dus wij zijn er helemaal klaar voor. Heb je stress? Ja, eigenlijk wel. Maar dat is echt. Ik heb gewoon vooral stress voor speed met al die kinderen op het podium te staan. Dat is echt lang geleden dat ik nog echt stress heb gehad. Ik heb nog nooit stress gehad dat je zo moet opkomen. Dan ineens komt die stress. Kinderen? Ja, Je zou daar eigenlijk zo'n slinger aan moeten hangen. Wij hebben pipi doen. We zijn in het toilet buiten aan het gaan. Ja, en dit is mijn outfit op de zo stil zit er al door. En er zijn nog mensen. Nee, maar die kleintjes zijn niet aan het repeteren. En we gaan er straks naartoe en ik hoop dat we zo een beetje kunnen kijken naar... Wat, naar kindjes. Dat is zo één keer naar voren. Oei, waar zijn die? Ach, daar zijn ze. Ja. Zie, Marie heeft dat op. Marie en Tobe, matching outfit. Marie! We hebben matching outfits. Wat? We hebben net eerst optreden gedaan. Hoe ging het? Eigenlijk ging het nog wel oké. Alleen de set is echt het slechtste ooit. Dus... Het antwoord is eigenlijk gewoon, het ging mis. Ja, bij ons is het leuk. Maar nee, het is echt een chaos. Het is echt een chaos. En kinderen lopen niet. Ja, maar ik wil de tweede show. Nee, de tweede show is voorbij. We zijn net omgekleed. Ik sta half naakt in mijn onderbroek. Ja, kom. Je zit enkel te haar kop, maar oké dan. We zijn allemaal heel moe. Maar doe het gewoon op je gemak. En morgen wordt het eigenlijk nog zwaarder, dus... Fun. Ja, ik denk dat je mama nog één wil drinken. Oké, goedemorgen weer. Het is nu zondag. Het is 7 uur. En ik ben nu terug onderweg met de voetjes. En naar Mirthe thuis om terug naar Tervuren te rijden. Ja, gisteren was vrij vermoeiend. De eerste show, alleen de generale, maar die was ook al uitverkocht. Was vrij tot zeer hectisch uiteindelijk. Waardoor er heel veel is misgelopen. Maar de tweede show ging dan weer wel goed. Dus hoop dat alles nu goed gaat, want vandaag komen ook mijn ouders kijken. Ik denk dat er vandaag ook veel mensen ouders komen kijken. Want we hebben vandaag 3, dus vandaag moet wel echt goed gaan. Maar dat zal wel zeker. Oké, doei. Wij zijn er geraakt. Oh, ik wil een vlog vasthouden. Maar ik heb nog een speltje. Nee, maar ik nog een speltje. Ja. Dat is echt niet goed. Ja, maar niet van haar dan. Mijn pak zit langs achter weer vast. Dat ziet er echt raar uit. Vast? Ja, dat ging niet toe gisteren. Nee. Ja, en ik heb nog maar één BH-bandje. Dat is echt aan de kant. Oei, okay. Heb jij weer dezelfde aan? Ja, ik heb geen andere. Maar je hebt één BH. Nee. Wow. Mijn andere zijn zo alleen maar kant en doorschijnend. Daar ben je ook niks mee, zat je? En ik heb nog die andere met daar dat bandje op van gesprongen en die is zwart. Ik wil ook op de vlog. Wil jij ook op de vlog? Van haar hebben we dus bang. Zo is het niet te roepen en dan zijn we... Dan zijn we. Ja, maar eigenlijk zouden we heel stil moeten zijn. Zijn mijn wimpers kapot? Jolly, mijn vingers. Een beetje misschien. Ja, dat is wel voor je camera. Iets te goed eigenlijk. Want je ziet wel alles heel veel. Leuk. Ja, dat is mooi. Ja, maar dat heeft Marie eruit getrokken. We gaan starten, vriendjes. Wij gaan starten. Oké, okay, we zijn terug een beetje uitgerust. Ik zie niet waar... En we kunnen terug vriendjes zeggen. Ik zie niet waar Lotte is. We vinden jullie terug tof. Dat is niet waar. Ik heb toch vooral. Finn, jij moet blijven staan, hè? Nee, dat is niet... Nee, sorry, dat is Ella. Ella, je moet op je gele sticker gaan staan. Ja. Oké, okay, en dan, dat zijn de posities van Best Run, denk ik. Hè?
Wie staat er normaal achter u, Janel? Ja. Dus nu gaan we moeten applaudisseren. Oké. Hi kids. Dit is je mama op 16 jaar. En dit is je tante op 16 jaar. En dat is je oma. Zeg dag tegen mijn kinderen later. Het is momenteel. Ja, ik heb nu show in Ter Vuren. En wat moet je vergeten? Ja, mama is een rockstar. Ja, dat is goed. Ga maar, Pietje. Ik hoop dat jij later ook een heel leuk bent. Ik hoop dat jij later ook een heel leuk bent. Weet je wat ding is? Als ik veel geld ga hebben later, dan wil ik 4 kinderen. Vier? Anders 2. Ik wil er 2. Want kijk, ik wil er eigenlijk maar 1, maar dat is zielig. Ja, dus 2. Ja, maar geen tweeling, gewoon 2. En ik 2 meisjes. Ik vind Mel een heel mooie naam. Ik vind Lisa eigenlijk leuk. Ik vind Lisa heel mooi. Ja? Ja.
Oh, ik heb al die zakken. Jullie mogen niet op jullie plaatjes ik gaan staan van de poppenstoel. De poppenstoel. Ja, ik denk dat je moet staan. Ja, dat is waar. Maar het is nog niet eens ochtend. Ik hoop voor ons dat onze kinderen samen bevriend gaan zijn. En dat we eigenlijk zijn verlost vinden. Wanneer gaat dat gebeuren? Ik ben echt benieuwd. Ik vind dat zo raar dat we nu 16 zijn en dat wij later kunnen leven. Wie zegt dat? Oké. Oh my god. Ja? Kijk, dat kind, dat is toch zo... Heel goed. Die. Amai, zeg, van de eerste keer. Allee, bye bye. Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Waar ben je dan? Ik heb dat vanavond zo gewoon gezien. Ik heb het al gepost. Ga met die bananen. Binnen 3 minuten gaan we beginnen. Dit is ik heb veel stress. Maar ik probeer het te kalmeren door mijn wafeltje. Ja. Hoe zit het met jouw stress? Goed, want er komt niemand kijken. Oh. Die ik ken. En jou? Nee, ook niet. Behalve jouw Nio, of komt die niet nu? Die komt met mijn familie. Oh, yes. De show is om 2:00. Het is nu. We mogen buiten gaan eten, dus we gaan kijken of de ijsjeskar er staat. Zo. Gaan we ijsjeskar zoeken? Ja. Is het goede UV? Is het goede UV? Is het goede UV? Oh mijn god. Is het goede? Oké, okay, ja, feitjes. Waar staat een ijsjeskar? Staat maar. Oh ja. Feestje bouwen doe je zo. Oh, tijd voor de show. Oké, dus net is eerst goed getrokken. Wij zijn zelfs ook een gezin. Hier hebben we sterren helemaal opgemaakt en klaar. Hallo, dus. Hebben we Merel. Opgemaakt en klaar. Opgemaakt en klaar hebben we To. Gewoon To. Hier hebben we Marie helemaal opgemaakt en klaar. Hier hebben we Maska voor haar voorlaatste show. Ja. Net klaar met optreden nummer 4. Yeah. Wij gaan nu voor de laatste keer vandaag het podium vertrekken. Hallo allemaal. Dit wordt echt een heel goede edit. Zit op zoenen. We zijn net klaar met de show. Hier we zijn weer aan het vloggen. Hey, de show is gedaan. Ah, we zijn aan het vloggen. We zijn net klaar met de show. En hey, Jacob, wat vond je ervan? Bloed, zweet, tranen en heel veel pipi gedaan. Heel veel pipi. Ik heb iemand zien overgeven. Heel veel pipi. Vandaag nooit voor. We gaan ons nu omkleden, klaarmaken voor naar huis te gaan en om op te ruimen. Goed, bye. Ja, ga ik helpen opruimen, hè. Huh? Alles zit erop, we hebben helemaal opgeruimd. Hallo. En wij zijn het beu. Doei. Bye.